Hallo en welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we naar Tibet gaan. Ik weet niet of we vandaag nog gaan doen. Ik kan u niet beloven van vliegen. En we gaan nu naar hen toe. Welkom iedereen, ik ben Branko. Ja, we zitten ondertussen aangekomen bij Tibet. Yo! Hallo iedereen. Dus ja, wat gaan wij vandaag doen naar Waarschuwing? Vandaag hebben ze gezegd dat we naar Waarschuwing gingen gaan. Ja. We hadden dat vorige week beloofd. En vandaag gaan we dat doen. Ja. Want anders stellen we dat weer uit en weer uit en weer uit. En dan heb ik volgende week weer een challenge. Dus nu had ik ook alweer van alle challenges en petten. Dus jij zegt, nee. Nu gaan we eerst doen wat we vorige week beloofd hadden. Ja. Volgende week kunnen we dan allemaal andere challenges doen, geen probleem. Ja. Maar vandaag gaan we naar Waarschuwing. Nu, vandaag gaan we naar Waarschuwing. Nu. En nu morgen, niet volgende week, maar nu. Ja. Nee, binnen een half uur. Oké, we gaan dan op ons gemakschuwing beginnen klaarmaken en dan... Ja, en, voordat ik het vergeet, dat heb ik ook nog niet verteld aan Branko. Maar wat we ook gaan doen, dat is, als we zo meteen naar Waarschuwing gaan, ga ik natuurlijk eens kijken of dat ik de kleine witte hond kan meenemen. Zie je hem kijken? Ja, zoiets als ik. Ja, oké. Okay. Ja, we zitten... Maar het is eigenlijk al direct verknoeid. Kom maar eens langs hier kijken. Wie heeft dat gedaan? Ik weet niet, Emilio of zo? Als Emilio dat gedaan heeft, fuck off bro. Of het ziet er ook gewoon niet meer een kamp uit of zo, hè? Godverdomme! Ja! Jabla! Ja, het ziet er niet echt een kamp meer uit. Dus, het is verknoeid! Ja. En er is wind buiten, dus dat kan de kamer. Ja, dat gaat ook soms, hè. Soms is dat ook dat ook wind, hè. Ja, maar ja. Het is verknoeid, ja. Dus volgende week ga ik dat wel lekker eens alleen opkuisen. Ja. Dus weer zonder Branko. Maar ja, een kamp uitkuisen, daar hoef ik geen camera bij te pakken. Want ja. Dat, ja. Weet je wat, we gaan naar binnen, want het is koud. Ja. Daar. Ja, we zitten nu We zitten nu al een beetje aan het water aan het rijden. We zijn hier al een keer geweest, een paar maanden geleden zijn we hier dus mee. We zijn bij een fiets geweest. Dus nu zijn we op ons gemak naar Waarschuwing aan het rijden. Eigenlijk is dat hier ja, een binnenwegje eigenlijk, hè, ja, voor het rijden. Ja, dus dat is een eind, dat dan moeten wij zo voor het rijden maar eentje. Dat is het is evenveel als we naar het water gaan. Ja. Maar eigenlijk is dat hier een erf van een boer eigenlijk, dus wat. Maai en maaischuur is er hier in de zoek. Ja. Of ja, soms een keer ja, soms wel. Ja. Ik weet dat niet, ja. Zijn er varken in de verte? Ja, boeren, hè. Boeren. Waarschijnlijk zijn ze maïs aan het planten. En dat was waarschijnlijk wel. Maar ja, goed. We gaan dan voortrijden en we gaan zien. Maar dan belanden, hè. Ja, oké, we zijn hier ondertussen aangekomen in Waarschuwing. Dus daar is Tibet. Ik sta hier boven. Ik ga een keer met mijn video een keer passeren, maar natuurlijk kan ik jullie niet meer pakken. Wacht een keer, ik heb iets in petto. Ik ga mijn video hier boven rijden en daar een. Maar ik ga mijn camera wel uit doen. Ja, ondertussen heb ik hier over dat ding hier gereden. Ja, je kunt dat op zijn kanaal zien natuurlijk. Ja, je kan het niet zien, want ik heb het
Want ik durf dat zo niet als die gsm valt. Ja, maar ja, met gsm is het anders. Als die gsm valt, dan de camera kan dat beter. Ja, dat ook, maar als die gsm valt naar de camera, dan ook niet direct meer. Dus, kijk, ja. Hé, kan je fietsjes niet een beetje dichter zetten? Kan ik daar iets op zetten? Wat dichter. Ja, Nico zei, die ziet zo een beetje schuin. Maar dat gaat afval, die camera. Nee, zo wil ik zeggen. Zet hem een keer... Ja, afvallen. En dan een keer die... Daar hierop. Zo. Oh. Ja, val die allemaal bij. Dat gaat er afval uit. Ja. Ik kan niet komen dat doen. Normaal laat ik het doen. Wacht, hè. Oh! Ja, Nick, ik ging weer gaan met u. Oh. Ja, ja. Oh! Oh! Kijk, dat is sleutig. Ja, maar ik ga mijn gsm een beetje... Ja, goed. Misschien gaat er misschien een paar gastinkjes zien. Ja. Maar alleszins... kunnen misschien wel ons zien. Een beetje verder, maar goed. Dat ik ook wow. Uit de wereld heb. Ja, wacht even. Ja, ik ga daar even op gaan. Ja, goed. Wow. Wacht even. Allee, hop. Hou. Allee. Maar ja, dat is hier moeilijk, hè? Wat zo moeilijk. Wat is dat voor een trap, jong? Hij moet dat dood doen. Hey. Ja. Ah, we kunnen die tunnel gaan. Ik denk dat ik in die grote ga gaan, of in die kleine ga, ik denk dat ik kleine. Ja! Je moet denken dat ja, maar nu al. Oeh! Nee, ik ook niet. Aan het opstaan, kom. Ja.
Oh, 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 oh. Je moet erop staan. Oh, wacht. Maar nee, nee, ik ga even mijn camera af. Nee, je moet dat niet meer. Yo. Goed, we gaan nog even een beetje doordoen. Ik zit zo terug. Ja, we zijn ondertussen hier aangekomen. Ja. Misschien dat we meteen nog iets anders gaan doen. We hebben nog wel een uurtje tijd. We kunnen misschien iets anders doen, zo pas één. Ja. Maar ja, we zijn teruggekomen. De vlog van vandaag was misschien... Ja, het was leuk. Ja, het, waarschijnlijk zullen we nu zoiets hebben van... We hebben niet zoveel gezien. Ja. Ja, maar ja, snap je, dat is ook in een dorp. Er lopen maar veel mensen rond. Als je dan ook nog moet gaan filmen daar. Ja. Stel je voor, ze komen erop en ze zeggen van... Hé, hey, waarom film je? Snap je, krijg je zo'n ruzie aan. Allee, moest dat nu geen mensen zijn, zou ik het doen, hè? Maar dat je voor gefilmd, van toevallig iemand anders en die denkt dat je aan het filmen bent en die wordt dan boos en zo. Dat is inderdaad, ja. Vandaar dat we dat liever aan het filmen, want als er nu kinderen zijn, oké. Maar omdat het zo echt het centrum is van de stad daarvan, dan filmen we liever ergens wat er bijna niemand is. Mm-hmm. Maar jullie hebben tenminste een stadje gezien, dus eigenlijk de meeste van jullie zijn ondertussen ook weten wat er Jamai moet, want ik heb het getoond. Dus als ja, iedereen bij aan de deur gaat staan. Waarom is hij dan blaf? Nou, is hij aan het blaffen. Wow, waarschijnlijk naar die mond, hè? Wat is dat? Hey. Maar kier jij zeg. Ik dacht even. Ah! Wat? Maar niks, die stomturen. Jongens toch. Hij is een stomhond. Dat is ook zo. Die hond, iedere keer moet hij een nozel doen. Dat is altijd, die hond kan dan zo aan de tand doen. Hè. Allee, dat is gewoon een nozel hond soms. Kan soms aan de tand doen. Maar in ieder geval, ik hoop dat je het wel leuk vond, Branko. Wat vond hij vandaag? Goed, hè? Ja, goed, hè? Ja. We zullen een keer kijken wat we kunnen gaan doen. Is goed? Ja, goed. Ja, goed. We gaan afscheid nemen van Tibe. Ja, het was dus... misschien vandaag wel hier en daar wat korter. Mm-hmm. Maar het kan niet altijd een uur duren. Hè. Het gaat ook regenen. We zijn met de velo natuurlijk. Ik ga me straks nog een beetje klaarmaken voor het vertrekken van hem. Ja. Maar alleszins ga ik mijn video misschien thuis beëindigen. Want in de regen zal ik hem ook niet beëindigen. Dat dus... is wel van content zijn. Bro. In de verte moet ik zien in de verte. Je ziet dat die regenstraling. Je ziet die stralen daar. Hè. Ik denk dat daar aan het regenen is. Ik denk dat. Hè. Maar goed, nu gaan we dan vertrekken. Dus ja, boys, tot de volgende keer. Tot volgende week. Hè. Tot de volgende keer. Volgende week. Ja. Alles is tot de volgende keer. Ja, nou. Salut. Yo. Dus ik ga straks mijn video beëindigen. Voilà. Het einde is gekomen, inderdaad. We zijn bij Tibe vandaag geweest. Het was een toffe dag vandaag. Dus ja, oké, ja, eigenlijk heb ik niets over te zeggen. Eigenlijk was het een toffe dag. We zijn toch naar Waarschoot geweest. Toch na een lange, ja, we hebben dat al lang gesproken in de video's. We hebben dat jullie beloofd. En vandaag is het natuurlijk waargenomen. Maar natuurlijk zijn we niet naar de kerk geweest, gelijk de verleden keer. Dat ik bij mijn vorige, een paar maanden geleden, dat we naar Waarschoot geweest zijn. Daar heb ik daar de kerk getoond en dingen. Maar dat heb ik niet gedaan deze keer, maar... Deze keer gaan we wel gedaan. Dus goed, ik ga nu mijn video beëindigen. Dus duimpje omhoog of duimpje naar beneden. Abonneer zeker op deze kanaal en op Tibe zijn kanaal. Sinds de link staat in de beschrijving altijd. Altijd dat wij samenwerken, bijvoorbeeld met Tibe. Staat zijn kanaal ook altijd in de beschrijving. Dus abonneer zeker op zijn kanaal. En ik zie jullie morgen. Of wacht, hè. Morgen terug of bij vandaag nog bij een nieuwe video. Tot ziens!